Hier gaat het vandaag gebeuren. 6 maanden lang is er keihard voor getraind. En als het goed is, komen de 4 bijzondere teams hier achter mij vandaag over de finish. Jari en Elin met hun moeder, Marijn met zijn vader en Tijmen met zijn grote broer Rowan. Ze gaan 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. De Olympische triathlon. De eerste serie wedstrijden is inmiddels gestart. En er rest onze teams niets anders dan afwachten totdat ze aan de beurt zijn. Maandenlang hebben de teams keihard getraind. Naar dit moment hebben ze al die tijd toegeleefd. Straks klinkt het startschot voor de Olympische triathlon voor de vrouwen en onze eigen teams. Als het te koud is, dan mag je plassen, hè? Hoort erbij. Beter nu plassen dan tijdens het fietsen. Ja. En daar gaan ze. Foekje, Marie-José, Daniel en Rowan hebben 1,5 kilometer zwemmen voor de boeg. Wat gelijk staat aan 60 baantjes in een zwembad. Marie-José en Elin zitten op de fiets. Het tweede onderdeel van de Olympische triathlon bestaat uit 40 kilometer fietsen. In dit geval 2 rondjes van 20. Trotse families langs de kant, maar de teams hebben pas 1 onderdeel van de 3 gehad. Ze hebben nog een zware tocht voor de boeg. Team Schelvis gaat nog steeds aan de leiding, maar team Roodliep komt dichterbij. Team Roodliep komt als eerste aan bij de tweede wissel. 40 kilometer in 1,5 uur. In totaal zijn ze nu 2 uur en 6 minuten bezig. Wij gaan ook Jari en Foekje. Een paar minuten later zijn ook Foekje en Jari toe aan de tweede wissel. Team Schelvis heeft aardig wat verloren bij het fietsen. Maar het verschil met Foekje is klein. In totaal zo'n 2 minuten. Wat voor tijd dorst? Ook met het fietsen moeten de broers Hurkmans toegeven op de rest. Hun tijd 2 uur en 26 minuten. Straks gaan we even feest vieren als we de fietsen. Maar eerst ga ik de chocolade eten. We gaan eerst even 8 kilometer lopen, vriend. Het was tot 10. Ja, we zijn 1 kilometer op weg. De teams lopen 2 keer hetzelfde parcours van 5 kilometer. Dus ze komen elkaar tegen. Team Roodliep nadert de finish. Vader Daniel heeft zijn werk gedaan. Nu is het tijd voor het grote moment van Marijn. En het publiek bij de finish is er helemaal klaar voor, want hij gaat de laatste 500 meter zelf afleggen met zijn speciale loopfiets. Hier is Jari.
laatste 500 meter. Heb je vast gedaan. En dan kreeg ik van jou 30 seconden. Tadaa!